Lege duivenhokken bij Roeland van Wijnsbergen in Kaprijke. Hij stuurde vorige week 35 duiven naar het Zuid-Franse Narbonne voor een internationale wedstrijd. Maar slechts de helft van zijn dieren kwam ook weer thuis. De duiven raakten de weg kwijt toen ze kort na het opstijgen op zwaar onweer botsten. Die zijn erin gekomen of er proberen rond te gaan, waardoor dat ze een oriëntatie kwijt zijn. De middelen om zich te oriënteren zijn de zon en magnetische straling. Worden alle twee verstoord door onweer en die duiven geraken dus niet thuis. Die moeten wachten of rondvliegen. En dat rondvliegen kost energie. En daar kunnen ze ook zonder vallen, met alle problemen van die. In totaal werden afgelopen vrijdag ruim 26.000 duiven gelost. 20.000 daarvan zijn nog steeds vermist. Dat de duiven afgelopen vrijdag mochten vertrekken, stuit op veel onbegrip bij de duivenmelkers. Het onweer was aangekondigd, maar toch gaf organisator Indépendante de Liège groen licht. Het wordt er een beetje met de vinger gewezen naar die organisatie van hoe is dat kunnen gebeuren? Vragen jullie zich dat af? Vooral hoe is dat inderdaad kunnen gebeuren? Met de moderne technieken kun je van op iedere plaats het weer op even welke andere plaats gaan zien, gaan voorspellen. En toch gebeuren daar nog zulke inschattingsfouten. Dat stelt toch, daar stel ik mij toch vragen bij. Voor professionele duivenmelkers kunnen de kosten hoog oplopen. Echte prijsbeesten zijn duizenden euro's waard. Roeland doet de duivensport als hobby, maar ook voor hem is dit een flinke klap. De goesting is zeker niet weg, maar de ontgoocheling is groot. We zijn er een half jaar aan het werken om vorig weekend een schoon weekend te hebben. En eigenlijk valt alles in het water. Dat is jammer. Dat is dagelijks dat je daarmee bezig bent. Je bent daarover aan het filosoferen, je bent eraan aan het werken, je bent die beesten aan het verzorgen zo goed mogelijk. En dan eigenlijk de vruchten kun je er niet van plukken. Uw amusement wordt u ontnomen, hetgeen dat zeer jammer is. De duiven die deelnamen aan de internationale wedstrijd in Frankrijk zijn echte marathonduiven. Zij kunnen dus wel tegen een stootje en zullen de komende dagen wellicht hun plan trekken om toch nog thuis te raken. Roeland hoopt dan ook dat hij zijn dieren nog terugziet. Allemaal gaat overdreven zijn, maar dat binnen de 14 dagen 75% hier terug is, daar heb ik toch goede hoop op.